Een van de grootste uitdagingen waar onze steden voor staan in de 21ste eeuw is de klimaatverandering. Eigenlijk weten we al heel lang dat steden warmer worden dan hun omliggende natuurlijke gebieden, omdat steen en beton meer zonne-energie omzetten in warmte en deze warmte ook langer kan vasthouden. De combinatie van toenemende stedelijke hitte-eilanden en de klimaatopwarming doet de hittestress in steden 2 maal meer stijgen dan op het platteland. Enerzijds wonen stedelijke inwoners op een kleiner oppervlak en hebben ze minder toegang tot groene, koelere zones. Anderzijds kunnen de steden een sleutelrol spelen in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Een stedeling stoot namelijk gemiddeld gezien minder CO2 uit dan iemand die buiten de stad woont. Hittegolven worden frequenter en intenser in de toekomst. En het zijn nu net de steden waar deze trend het sterkst zal zijn. Om de hitte voor België in kaart te brengen, gingen we met onze onderzoeksgroep aan de slag met geavanceerde computersimulaties. Voor steden zoals Brussel en Antwerpen zal het aantal dagen met extreem hoge temperatuur stijgen van 6 naar 17 per jaar. Voor het platteland verwachten we een veel lichtere stijging van 2 naar 7 dergelijke hittegolfdagen. Het huidige stedelijk hitte-eiland was al eerder in kaart gebracht. Maar onze simulaties nemen voor het eerst ook de uitbreiding van de stedelijke gebieden in rekening. Indien we niets ondernemen, verwachten we dat de problemen tijdens hittegolven, zoals bijvoorbeeld oversterfte, hogere energiekosten en schade aan de infrastructuur, sterk zullen toenemen. Toch moeten we hoopvol blijven, doordat niet alleen het klimaat, maar ook de verstedelijking een invloed heeft op de temperatuur, kunnen lokale overheden wel degelijk iets doen. Meer groen, water, schaduw en minder verharding kunnen het effect van de hitte door klimaatopwarming deels compenseren. De hittetoename moeten we tegelijkertijd bij de wortel blijven aanpakken, door zowel de stedelijke expansie als de CO2-uitstoot terug te draaien. Dit kan bijvoorbeeld door compacter te bouwen in bestaande steden en dorpskernen. Om deze maatregelen beter op elkaar af te stemmen, is interdisciplinair onderzoek absoluut noodzakelijk. Op deze manier kunnen we samen met betrokkenen een weg banen naar duurzame en klimaatrobuuste steden.